muziek van de Beach Boys beklijft en inspireert al sinds de jaren 60 nieuwe muzikanten. Vanaf vandaag is het verhaal van de Amerikanen te zien in een documentaire. The Beach Boys just represented some sort of fantasy. They were participating in the creation of a California dream. Man, they made me want to go to where they had cars and girls in bikinis and sun. Their music takes you someplace. Ja, Wouter, jij hebt de documentaire al kunnen zien. Ja. Wat was je eerste indruk? Kippenvel. Ja? Ja. Het was, je mag dan zo'n documentaire iets eerder zien. En dan moet je door een heel systeem van codes en, ja, en toestanden. Ja, ik en, heb hem ook mogen zien. Nou, dan heb je dezelfde. Ja. Dus je werkt ergens naartoe. Ja, ja, precies. Maar dan zet je hem aan. En dan heb je eigenlijk meteen kippenvel. En het is, er zijn een paar mensen en die zeggen niet helemaal onterecht. Het is misschien op sommige onderwerpen iets beperkter. Mm-hmm. Niet alles zit erin, zou je kunnen zeggen. Nee, nou ja, we zeiden net al, de duistere kant, die komt niet helemaal aan het licht. Nee, toch ook weer wel, want de depressies van de oudste broer, die komen echt wel in het verhaal terug. Sprake, ja. Tegelijkertijd, het is een legendarisch verhaal van 60 jaar... Mm-hmm. Wat is samengevat in 1 uur en 53 mm-hmm. minuten. Maar waarom zijn ze dan bijvoorbeeld weggebleven van de dood van een van de broers? Dat weet ik niet, want ik heb die keuze niet gemaakt. De vraag is of het iets had toegevoegd aan het verhaal wat we nog niet kennen. Mm. Zo zou je kunnen denken, want iedereen, en anders dan zie je dat wel als je het een beetje opzoekt, weet dat Dennis op afschuwelijke wijze om het leven is gekomen, die is verdronken. Ja. En, dat was de middelste Ja. En drugs speelde daar een rol enzovoort. Een heel verdrietig verhaal. Dat zit er niet in. Maar we weten het allemaal wel. Mm-hmm. Dus in dat opzicht miste ik het ook niet echt. Wat er wel in zit, is een verhaal van een legendarische band waar mensen van mijn generatie en jonger misschien niet helemaal precies voor ogen hebben hoe legendarisch ze eigenlijk waren. Ja. En als je dan de documentaire ziet, dan zie je bijvoorbeeld dat wij denken allemaal dat het een dikke strijd was tussen de Stones en de Beatles. Ja. Maar eigenlijk was de strijd tussen de Beach Boys en de Beatles was nog veel sterker. En die hebben elkaar ook beter gemaakt. Die hebben elkaar geïnspireerd. Die hebben albums gemaakt om beter te zijn dan de anderen. Ja. En ja, de Beach Boys zijn er echt wel legendarisch in. Ja, we kennen ze onder andere van de nummers, hè, als Good Vibrations, ja. Wouldn't It Be Nice. En een van jouw favoriete nummers, God Only Knows. Ja. Ja. Wat maakt dit nou zo'n meesterwerk? Kan je dat omschrijven? Van alles, maar misschien wel het feit dat we dit liedje nog steeds zo mooi vinden. Ja. Ja. Dat het uit de jaren 60 komt en dat het nog steeds een soort blijfkracht heeft. Ja. Dat, maar ook alle andere liedjes die ik kreeg het niet uit mijn hoofd na het kijken van die documentaire. Ik ben de hele avond mee. Ik ben ermee naar bed gegaan. Maar ook alle zomerse liedjes. Nou ja, en dan heb je lekker geslapen, denk ik. Ja, zeker. Maar, heerlijk. Kort, maar lekker. Maar ook het feit dat al die liedjes die voor die Californië zonnige droom staan. Ook die, als het morgen 30 graden is, dan hoor je dat allemaal weer op de radio. Ja. Zit het er veel in ook? Die echt muziek zit er allemaal in. Sterker nog, Californië van de jaren 60 en jaren 70. Ik ben er toevallig net op vakantie geweest. Ja. En ik zag alles weer terug. Ja. En met name die tijd. De beelden die ze erin gebruiken. Ja. Ja, ik vond het echt een mooie documentaire. Daar moet ik eerlijk zeggen, een muziekdocumentaire moet wel heel slecht zijn als ik er niet doorheen kom. Maar dit is echt wel mooi gemaakt. Ja. Typisch voor de Beach Boys was ook hun harmonieuze geluid. Ja. Ook dit geluid. Ja. Heerlijk. Ja, dit is voor mijn tijd. Het is al helemaal voor jouw tijd. Ja. Maar wat doet deze muziek jou? Ja, ik heb doet dus, het je wat? Ja, ik heb wel echt warme herinneringen aan die nummers die bij ons thuis echt wel veel gedraaid werden. Ja. Mijn vader was groot fan van de Beatles, maar dit werd bij ons thuis ook echt wel veel gedraaid. Dus ja, als ik dat dan hoorde, heerlijk. Ja. Nou, en wat leuk is, die harmonie maakt ook dat, om te beginnen, die hele West Coast, dat geluid van Los Angeles, die harmonie, die is later nog veel vaker teruggekomen bij de Eagles en noem maar op. Ja. En het is, de documentaire laat gewoon een heel mooi familieverhaal zien. Want dat is het. Van drie broers, een neef en een vriend en een vader. Ja. Met een einde, dat wil ik nog wel zeggen. Ik ga niks verklappen. Maar het einde, heb je het einde helemaal gezien? Nee.
het einde krijg je... Ja, toen kreeg ik een brok in mijn keel. Maar dat is, hebben ze heel mooi gemaakt. Maar het is een verrassing. Zeg dat ik niks over. Nee, dan moeten mensen gewoon... Moeten ze gewoon kijken. Gewoon kijken, want vanaf vandaag is de documentaire te zien op Disney+. Met correspondent Verenigd Koninkrijk...